Dag beste kijker. Als u nog graag in ons land de skilatten wilt aanbinden, dan kan dat. Want in de Ardennen ligt er nog 20 tot 25 centimeter sneeuw. En voorlopig blijft de sneeuw nog liggen. Met temperaturen die op vele plaatsen nog lichtjes negatief blijven. Rond en voor de kuststreek vooral iets boven het vriespunt. Nu, de zon is nog niet overal te zien. Vanmorgen was het op sommige plaatsen al gauw mooi met een blauwe hemel. Maar ondertussen heeft de zon het vooral over het noordwesten wat moeilijker om er door te komen. Maar in de loop van de namiddag gaan die wolken toch overal weggeraken. Voorlopig zitten we nog in een gebied waar niet zoveel beweegt. Maar vanaf het westen, van over de Atlantische Oceaan, gaan toch geregeld storingen onze richting uitkomen volgende week. Dus we gaan geregeld onze regenjas moeten aantrekken. Want de kern van hoge luchtdruk schuift op naar het oosten. We krijgen dus morgen al een eerste storing. En het zal zeker niet de laatste zijn, want volgende week gaan er geregeld vanaf het westen storingen over het land schuiven. En ondertussen gaan ook de isobaren, deze witte lijnen van gelijke druk, met momenten dicht tegen elkaar komen te liggen. En dat geeft veel wind. Maandag is een winderige dag. En ook voor woensdag kan die wind redelijk fors uithalen. Dinsdag overdag blijft het nog grotendeels droog. Het is pas tegen de later namiddagavond dat deze storing vanaf het westen over het land gaat trekken met regen. Ja, en geregeld is er dan nog regen de rest van de week. Voor vandaag blijft het droog. Zijn er nog heel wat mooie, zonnige momenten. Vooral over het noordwesten van het land is het dus wat langer wachten alvorens die zon erdoor komt. Plus 2 graden voor het uiterste westen van het land en een temperatuur rond of net onder het vriespunt voor het centrum en tot min 4 graden in de Hoge Venen. Maar met die negatieve temperaturen altijd voorzichtig wezen als je de weg opgaat. Ook nog vanavond en vannacht. Stilaan komen er meer en meer wolken opdagen. En dan tegen het einde van de nacht kunnen mogelijk al een paar druppels vallen in het uiterste westen. Dat kan ook wat winterse neerslag zijn. Dus ja, tijdelijk kan het toch wel glad worden op de weg alweer. Temperaturen die overal negatief zijn, van min 1 graad aan zee tot min 10 graden in de Ardennen. Bij een matige wind, die gaat al wat aantrekken, vrij krachtig aan zee. En ja, morgen gaat die wind nog een tandje bijsteken. Voor vannacht zijn dat drukwinden tot zo'n 50 km per uur of lokaal 55. En morgen kan het al oplopen tot 60 of 65 km per uur. Met dus een zwakke storing die van west naar oost over het land trekt met wat lichte neerslag. En eerst kan dat wat winterse neerslag zijn, aanvriezende regen of wat smeltende sneeuw. Maar dat is tijdelijk, want in de loop van de dag gaat die temperatuur naar plus 6 graden. Dat is een groot verschil met vandaag. En die temperaturen klimmen volgende week nog hoger, richting 10 graden. Nu, maandag krijgen we daar eerst regen bij en veel wind. Er kunnen felle windstoten zijn, 80 km per uur, misschien hier en daar zelfs nog iets meer. En daarachter zitten al gauw opklaringen, met dan links of rechts nog een bui. Dinsdag nog een goed voelbare wind, maar toch iets minder fors dan op maandag. En dan beginnen we met zon. Later op de dag kan er alweer wat regen vallen. Dat is vooral de latere namiddag en avond. Temperaturen klimmen nog wat hoger, richting 13 graden. Ook voor woensdag houden we die 13 graden met eerst regen. En dan later gaat alweer die zon erdoor komen. En opnieuw een forse wind uit west-zuidwestelijke hoek. En dan voor donderdag, een groot deel van de dag blijft het droog. Hebben we ook die opklaringen bij 9 graden. Het is tegen 's avonds en 's nachts dat een volgende regenzone gaat passeren. Die blijft vrijdag dan nog eventjes slepen. Maar daarna komen we dan opnieuw met opklaringen en een temperatuur rond zo'n 11 graden. Ja, voor volgende week is het een komen en gaan van af en toe die regenzones. Tussendoor wat opklaringen en vooral geen winterse kou meer. Tot later, dag.